Fire movies. En welkom terug van de reclames. Wij zitten hier nog altijd met Anton in de zinderende finale van Lotto Weekend Millionaires. Anton is één vraag verwijderd van een miljoen euro. Ben je er een beetje klaar voor, Anton? Het is echt niet te geloven dat ik hier zit, nee. En je bent er vandaag niet alleen, want je vader is er ook bij. Oh, hij... Kerstmis 1994 ging mijn vader melk halen en hij kwam nooit meer terug. Ergens heb ik gewoon de stille hoop dat hij ooit een keer langskomt. En dan kan hij op die stoel zitten en dan... Weet je? Wat een zinderend verhaal. Laten wij kijken of Anton met zijn weggelopen vader miljonair gaat worden. De vraag luidt: hoe heet de vriendin van Enzo Knol? Is het A, B, C of D? Wat? Is het A, B, C of D? Ja, precies, maar de antwoorden, ze zijn A, B, C of D. Mag ik iets zeggen? Maar natuurlijk, het is tenslotte jouw strijd om miljonair te worden. Nou kijk, ik snap de antwoorden niet helemaal. Nee, oké, luister. Hoe heet die vriendin van Enzo Knol? Is het A, B, C of D? Ja, nee, inderdaad. Doe maar die. Je bedoelt antwoord A en B en D. Nee, zo werkt het spel niet. Je mag er eentje kiezen. Oh, maar als ik mag kiezen, dan kies ik natuurlijk Charmander. Nee. Dan kies ik de rode pil. Ook niet. Je moet zakken tot naar God alsof je moeder is gevallen. Nope. You know nothing, Jon Snow. Oké, even serieus. Weet je überhaupt wie Enzo Knol is? Als ik heel eerlijk mag zijn, mijn kinderen die praten er altijd over, maar ik luister nooit. Ik heb geen idee wie Enzo Knol is. Nou, hij gaat dus altijd de straat op. Met zijn camera, dan filmt hij zichzelf. En dan, gaat hij, nou ja, weet je, hij is heel goed in, ja, hij kan ook heel, jij kent hem ook niet ofzo, of zo? Dat is toch niet te geloven? Dat ik niet weet wie Enzo Knol is. Het is mijn eigen quiz. Of Enzo Knol, sorry. Maar, jongens, jij hebt geen hulplijnen meer. Je vader is de studio uitgerend en... Je hebt geen idee waar de vraag over gaat, maar wij moeten nu één antwoord hebben voor 1 miljoen euro. Ja, je antwoord dat is A, B of D. Hè? Nou ja, misschien helpt dit je een beetje de goede weg op, want misschien gaan ze wel naar Denemarken voor een demonstratie tegen degradatie. Kijk, nu snap ik je. Weet je wat? Doe maar gewoon antwoord A. Juist, onze Anton heeft het begrepen, dus wij vullen in antwoord A. Antwoord A, wat? De antwoorden, ze staan hier, maar ik snap ze niet. Nee. Dan hebben wij met antwoord A het finale antwoord voor 1 miljoen euro van Anton. We vullen in, de vriendin van Enzo Knol heet A. En dat antwoord is... Auw, wat jammer. Wat jammer, het was antwoord D. Wat? Hoe kan ik het fout hebben? Jij gaf me het antwoord, ik vertrouwde je! Man! Oh ja hoor, nu heb ik het allemaal verneukt omdat jij niet kan luisteren. En wat voor moeite is het om even een antwoord goed voor te zeggen? Had ik een miljoen euro en was jij blij met je kutprogramma? Nee, fuck niet. Jou! Fuck jou jongen, ik heb je moeder geneukt! Ik heb haar geneukt in 1994, na kerstmis. Ik moest melk halen en ik ben nooit teruggekomen. Maar dan ben ik jou. Ja. Zo. Papa. Maar ja. Dat was alweer de Lotto Weekend Millionaires video voor deze week. Met een klein beetje Banje Movies erin. Abonneer hier beneden voor meer Lotto Weekend Millionaires. En wij hebben nog één brandende vraag voor jou. Als jij deze vraag goed beantwoordt, krijg jij een high five. Let op. Wat deed Julius Caesar om het leven van iemand te redden? Deed hij een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden? Geef jouw antwoord hier beneden door. En mocht je het goed hebben, hier je high five. Zo, bedankt voor het kijken naar deze video en het abonneren hier beneden. Deel deze video en ik check jullie. Ja, later! Benjamin. Every Sunday at 2 o'clock.